De verkoop van elektrische auto's is de afgelopen jaren exponentieel gestegen. Inmiddels stijgt ook het aantal batterijpakketten dat einde levensduur is exponentieel. En dat biedt kansen. Een van die bedrijven die kansen al in een vroegtijdig stadium onderkende, was de Noord-Hollandse dealerholding Pieter Ursum. En Pieter Ursum startte in 2016 met het bedrijf Eka Accu. En inmiddels is het bedrijf al uit zijn jasje gegroeid. Vandaag opent het in Zwaag een nieuw pand. We vragen Pieter Ursum wat het geheim is achter de snelle groei van zijn bedrijf Eka Accu. Kun je je businessmodel in een paar zinnen uitleggen? Ja, wij ontvangen batterijen uit de automotive branche die daar niet meer bruikbaar zijn door schade of een technisch mankement. En wij demonteren die. En dus alle spullen die eruit komen, of in ieder geval zoveel mogelijk, die proberen wij weer in te zetten voor een tweede leven. Hoe hard is het bedrijf gegroeid in de afgelopen jaren? Nou, je moet het zo zien dat wij 2 jaar terug ontvingen wij 1 batterij per maand. En wij hebben afgelopen weken 40 batterijen per week gehad. Dus het is echt een gigantische groei. Waar komen de gerecyclede accupakketten zoal terecht? Nou, die gaan in de buurt. Soms gewoon in Nederland voor energieopslagprojecten. Veel al in het buitenland, waar je natuurlijk ook heel veel zonne-energie hebt. Het mist in Nederland natuurlijk weer dan wel windenergie en zonne-energie. Maar het is het mooiste om de energieopslag te doen op een plek waar ook zonne-energie veel voorradig is. Dus zie je veel Portugal, vakantiehuizen in Italië, strand in Dubai. Kluisjes worden daar gemaakt, maar ook klinieken en scholen in Kenia en Cameroen. Komen ze wel eens in auto's terecht? Nee. Het is ook afgesproken dat wij de accu's niet meer in de automotive branche terugbrengen. VVD-Kamerlid Dijkstra vertelde net dat hij gelooft in het gezegde groene is poen. Geloof jij dat ook, Pieter? Ja, dat geloof ik wel. Alleen daar moeten we naartoe groeien. We zijn natuurlijk een autobedrijf met 12 dealerschappen in de kop van Noord-Holland. En wij willen graag iets doen, omdat we het zonde vinden dat die batterijen vernietigd werden. En het is gewoon een soort een tak van ons bedrijf. En wij denken in de toekomst dat de hoeveelheid elektrische auto's gaat groeien. En de batterijen daardoor ook toenemen die uit de automobielbranche komen. Dat we daar in de toekomst een mooi verdienmodel mee kunnen bereiken. Dus wij denken wel dat we misschien met 1 jaar of 2 jaar alweer moeten gaan vergroten. We proberen elke kans die we krijgen aan te pakken. En daar moet je dan ook af en toe voor uitbreiden. Maar het is niet zo dat ik denk van ik wil per se de grootste worden. Alles wat we doen wil ik goed doen. En dat wil ik ook met een mooi pand doen, met een goede veilige omgeving om in te werken. Tot zover Pieter Ursum, die toch wel behoorlijk grote plannen heeft met de Eka Accu. Wilt u meer van de Automotive Vlog zien? Abonneer u dan op ons YouTube kanaal. Of kijk vooral heel vaak op onze website automotiveonline.nl. Dank voor het kijken.